Ik ben zojuist gebeld door een mevrouw uit Vlaardingen. Die moet om 2:30 bij de dierenarts zijn. De ochtend verloopt tot nu toe redelijk rustig bij Stichting Dierennoodhulp West-Nederland. Dat is vaak wel anders. Zeker nu het heel warm is, komen er veel meldingen binnen over dieren in nood. Ja, honden in de auto, dat maak je toch nog steeds mee. Vaak kunnen wij dan wel de baasje achterhalen, want die loopt gewoon in de supermarkt en de baasje aanspreken. Het is te zot voor woorden, maar het gebeurt helaas nog wel. Na een melding worden de dieren die nog leven opgevangen aan de Broekpolderweg in Vlaardingen, waar de dierennoodhulp sinds 2021 een mooie thuisbasis heeft. Het is helemaal top hier. We zijn hier zo blij mee. Het verschil, we zijn begonnen in een garage, uiteindelijk in een container, toen in bijna een jaar dakloos geweest. En als je dan dit krijgt, ja, dat is goud. Dan zijn we hier in ons wildhok. Is er zoveel wild in onze omgeving? Jazeker, want ieder vogeltje wat vliegt is wild. Niet gevaarlijk wild, maar wel wild. Hier zit een kuiltje, die is binnengebracht. Dit is een jong. Die zat midden bij de ingang van een grote supermarkt hier in het centrum. Moeders lieten zich niet meer zien, vader en moeder, omdat het gewoon te druk was met het wandelend publiek. Genoeg kooien, hier kunnen we eventueel iets in kwijt. Wij hebben ongeveer 24 vrijwilligers. We hebben twee mensen die zijn niet actief op de ambulance, maar die zitten in het bestuur. Die hebben alleen een bestuursfunctie. We hebben mensen die de tuin onderhouden, die dus wel iets met dieren hebben, maar het werk niet aankunnen op de ambulance, dus ze onderhouden de tuin. En de rest zijn allemaal vrijwilligers op de ambulance. We hebben een superleuk team, we komen hier iedere dag samen om de dag een beetje door te nemen. Het is goud, we willen hier echt heel graag blijven. De meeste hokken zijn nu leeg, behalve de foyer met parkieten. Daarin zitten de gegeven en gevonden vogels die nog niet zijn opgehaald. Met een koninklijk exemplaar ertussen. Tenminste, als Kobi hem kan vinden. Ik ga hem even zoeken. Ik zie hem zo gauw niet. Oh. Ik zie hem helemaal niet. Is hij gevlogen? Die zou niet gevlogen moeten zijn. Nou, bizar. Hij zit hier boven op de broedhok. Zit hij. Het is een Prins of Wales pakiet. En het is natuurlijk eigenlijk, ja, we noemen hem Charles uiteraard. En nu zou het eigenlijk King Charles moeten zijn, maar het blijft een Prins of Wales pakiet. Kobi doet dit werk al 20 jaar. Ze staat dag en nacht klaar voor de dieren in nood. Altijd. Wat maakt het werk zo mooi van mij? Gewoon het helpen van de beestjes, het werken met de beesten. Iedereen kan een vogeltje ophalen, iedereen kan een vogeltje op, maar echt een reddingsactie, dat is gewoon het mooiste wat je kan doen.